Vorige week moesten de kandidaten een voorwerp opsporen. De pendel zegt niks. Hij zegt ja. Een geheim oorlogskerkhof aanvoelen. Ik denk dat hier ook ergens een herdenking in de buurt is. Ik heb een gevoel van allemaal witte graven, allemaal naast steen, allemaal hetzelfde. En ze probeerden een fataal wielerongeval te reconstrueren. En hij wil helpen en hij kan niet. Precies, of die, misschien zijn die gevallen of zo. Sorry. Ik veronderstel dat jullie met of zonder zesde zintuig wel aanvoelen wie er gaat afvallen. Dit weekend worden de kandidaten onderworpen aan 3 nieuwe testen. Ze moeten het verhaal van een Vlaming op de Titanic achterhalen. De grootste vliegtuigcrash uit de Belgische geschiedenis reconstrueren. En de feiten van een dubbele moord op een scoutsfuif aanvoelen. Sylvie, Martine en Nicole. 3 vrouwen strijden nog om de titel. Na dit weekend weten we wie zich tevreden zal moeten stellen met brons en wie de finale speelt. Welkom bij het zesde zintuig. De 3 kandidaten overnachten dit voorlaatste zesde zintuigweekend in een bed and breakfast in Bertum. De zenuwen zijn gespannen voor deze halve finale. Ja, ik heb iemand meegebracht. Dat is mijn mami. Ik heb ze meegebracht. Ik hoop dat ze mij positieve energie geeft om misschien nog een klein beetje door te gaan. Je ging een kaart trekken voor mij. Ik ging een kaart trekken voor je. Toch, ja. Dan ben ik benieuwd. Voilà. Een gevoel voor van het weekend. Trek maar eens eentje. Moet je eraan denken? Of? Liefst wel met je linkerhandje. Het gevoel te overheersen. Het is geen goede kaart. Het is, vruchteloos. Het is vruchteloosheid. Wil ik er een ander trekken? Uw verwachtingen zijn laag. Dus niet wantrouwen, hè. Nee. Niet twijfelen. Nee, nee. Dat is niet nodig. Oké. Okay. Je gaat dat goed doen, hè. Je gaat dat goed. Je gaat dat heel goed doen. Stoppen. Bijna 100 jaar geleden vertrok hier ene Jean Scheerlink met de boot richting Amerika. In de Britse haven van Southampton ging hij aan boord van het meest beroemde schip ooit, de Titanic. Vandaag moeten onze kandidaten proberen zijn waanzinnig verhaal te reconstrueren. In 1912 trok Jean Scheerlink naar Amerika om er geld te verdienen om met zijn grote liefde te kunnen trouwen. Maar in de nacht van 14 april raakte de Titanic een ijsschots en begon te zinken. Als derde klasse passagier kreeg Jean natuurlijk geen plaats in een van de reddingssloepen. Maar Jean was een goede zwemmer. En in een wanhopige poging om zijn leven te redden, sprong hij overboord en slaagde er uiteindelijk in om een van de reddingsbootjes te bereiken. Dag Daniel. Goedendag. Goedendag. Iedereen kent het verhaal van de Titanic, het onzinkbare schip dat op zijn eerste reis al naar de zeebodem zonk. Maar jouw grootvader die was op die reis aan boord. Wat herinner jij je nog van het verhaal van je grootvader? Bij de aanvaring van de ijsberg heeft hij zijn maten vergeticht. Ze sliepen in een kajuit met 3 man en ze hebben elkaar feitelijk gered door in het water te springen. En als hij in het water lag, is hij gered geweest door vrouwen die in een sloep zaten, die hem in de sloep getrokken hebben en onder hun robben verstopt hadden, omdat normaal de mannen in de sloepen niet mochten. Je hebt nog een aantal voorwerpen van je grootvader in bezit. Wat heb je bij? Dat is een foto bij de aankomst in Detroit. Een postkaart die hij van in Amerika gestuurd heeft voor te zeggen dat hij het overleefd had naar zijn verloofde. En dan zijn scapulier die hij van een vrouwtje gekregen had voor hem te bewaren tegen ongelukken. Ik ben heel benieuwd of de kandidaten iets gaan kunnen reconstrueren van het verhaal van jouw grootvader. Wat denk je? Ik ook. Jij bent ook heel benieuwd. Ja, want ik denk niet. Zo, ik ga de eerste erbij halen. Oké, tot zo. Sylvie wordt als eerste naar de kade hier in Antwerpen gebracht waar Jean aan zijn grote reis begon. Dag Sylvie. Dag Tine. Voilà Sylvie, we zijn er en ik ga meteen je blinddoek afnemen. Oh my god. Een speciale test vandaag. Je krijgt van mij de foto zo. Ja,
Ja, Jean Scheerlink. Hij heeft ooit iets heel bijzonders in zijn leven meegemaakt en jij moet proberen te vertellen wat. Huh? Twee hulpmiddelen. Eén in enveloppen. En een persoonlijk voorwerp. Oké? Ik ga beginnen met de foto. Ik voel die persoon al aan als van karakter. Naar buiten toe een sterke persoonlijkheid. De puntjes op de i. Maar van binnen gevoelig. Wat ik ook heb, en dat is meer als een constante naam Romeo en Julia in mijn hoofd. En dat wijst op de liefde. Hij was nog verloofd. Ja. Alle mensen die vertrokken, was voor geld te verdienen, voor dan terug te komen. Vooral die gevoeligheid komt mij constant naar boven, zo emoties. Ja. Van binnen, dat er van alles in zijn hoofd omgaat en in zijn hart. Iemand, passioneel persoon. Deze is moeilijk. Mag ik die foto? Ik denk dat die man veel van huis was. Het was wel een heel passioneel persoon met een gevoel voor avontuur. Ik heb zoiets van, het was geen een dom. Het was geen? Geen een domme mens. Ja, hij was avontuurlijk en hij had passie, maar voor wat? Dat is... Ik heb al een boot gezien, ik heb al een vliegtuig gezien. Van die boot dat is een vliegtuig. Ik ga kaarten trekken. Oké. Okay. De vogels, dat is dat voor veel op weg, korte reizen voor zijn werk, voor wat dat hij aan het doen is. Het enige wat ik zeker van ben, is iets met passie, liefde. Voor het werk of voor een vrouw waar hij afstand voor af heeft gelegd. Ja. En ik denk dat hij op die of de andere manier tijdens dat avontuur moet overleden zijn. Dat is onmogelijk. Hij is thuis gestorven. Dat kan niet. Hij was 75 jaar oud als hij gestorven is. En de manier waarop dan dat hij overleden is? Tell me. Ja, ik heb constant iets met vliegtuigen, maar... Nee. Vliegtuigen ook niet. Ik had daarbij laten. Meer dan dat kreeg ik niet door. Oké. Okay. Jean Scheerling had inderdaad een grote passie in zijn leven. Hij heeft ook wel gereisd, maar geen korte reis. Hij heeft een lange reis ondernomen. En als je ziet wat er in de enveloppe zit, dan zal dat meteen duidelijk worden. De Titanic. Jean is op de Titanic ingescheept op weg naar Amerika om daar geld te verdienen om te kunnen trouwen met zijn vrouw hier. En hij heeft de ramp wel overleefd. Ja. Niet te zeer teleurgesteld? Goh, nee. Ik heb een paar dingen goed doorgekregen. Ik heb natuurlijk de hele puzzel niet in elkaar gestoken, maar dat vind ik niet zo erg. Het is ook niet dat het totaal niet gegaan is. Het was maat. Dag, Martien. Hey, dag, Tine. Martien, deze foto is van Jean Scheerling. Ja. Hij heeft ooit iets heel bijzonders in zijn leven meegemaakt en jij moet mij proberen te vertellen wat. Volgens mij was die man een arbeider. Hij werkte aan grote ijzeren voorwerpen. Wat mechanieker, een loods. Het was geen arbeider die een loods werd. Nee, dat is nee. Hij was heel nauw verbonden met, met hetgeen dat hij maakte. Ik moet daar vooral denken aan vliegtuigbouw of zo. Geen vliegtuigbouw, nee. Ja, ik ga even mijn pendel bijhalen als ik mag. Ik wil vragen dat het iets met vliegtuigen te maken had. Of met
dingen die zich voorbewogen in de lucht? Dat is misschien een heel raar vraag. Ik krijg een ja. Ik denk dat hem zo ook om het leven gekomen is. Hoe bedoel je dan? Door... Ik ga je even die kaarten nog vragen. De kaart die je trekt is dood, hè? Is de dood, ja. Het is fout, hij heeft die ramp overleefd. En overvloed. En overvloed. Nu, het doel was bereikt. Dus als ik het dan hou op dat vliegtuig dat hij gebouwd heeft. Ik moet altijd denken aan iemand dat mee een vliegtuig gebouwd heeft. Dat wou proberen het kanaal over te varen. Te vliegen beter, sorry hoor. Te vliegen. Overvlogen, dat kan niet. Dat is fout. Het heeft hem wel zijn fysieke ondergang gekost. Maar voor anderen naar anderen toe was het wel overvloed. Dus ze hebben heel veel geleerd van zijn fouten. En daar is ze heel dankbaar voor ook. Dus daar wil ik het bij houden. Zo komt het bij mij over. Jean Scheerlink is hier in een boot ingescheept. Ja? Niet in een vliegtuig. Oh. Hij is dan naar Engeland gevaren met die boot. En daar is hij ingescheept in een andere boot. Titanic. Een hele beroemde boot. En hij heeft de scheepsramp met de Titanic meegemaakt en die scheepsramp overleefd. Gefaalde. Dat is jammer, maar ook dat gebeurde. Dag Nicole. Voilà, Nicole. We zijn er. En ik ga ook meteen je blinddoek afnemen. Voilà. Een bijzondere test vandaag. Je krijgt van mij een foto van Jean Scheerlink. Die man heeft ooit iets heel bijzonders in zijn leven meegemaakt. En jij moet proberen mij te vertellen wat. Zo dadelijk in het zesde zintuig. Ik zie die precies op een schip. Heel snel. Nicole moet als laatste het verhaal van Jean Scheerlink aanvoelen. Bijna 100 jaar geleden vertrok die van op deze kade naar Engeland, waar hij aan boord ging van de Titanic. Je krijgt van mij een foto van Jean Scheerlink. Die man heeft ooit iets heel bijzonders in zijn leven meegemaakt. En jij moet proberen mij te vertellen wat. Je krijgt deze omslag en een voorwerp in het zakje. Oké? Ja. Ik krijg eens door van... bepaalde klassen. Ik denk dat je dat vroeger wel eens had, zo van rijke, arme. Volgens de klasse kan ik inkomen. En het waren rijke en arme mensen op het schip. Dat is normaal. Ik zie echt zo verdiepingen. Mensen die naar beneden lopen of boven lopen. Of... En hij is echt zo'n helpende hand. Precies of die man. Dat je dan een held zou kunnen noemen. Dat heeft precies echt... een gebeurtenis veel gezien, maar ook veel geholpen, denk ik. Ja. Hij heeft veel mensen geholpen ook vroeger, hè. Ik zie die ook zo met koorden. Koorden en... Er gebeurt iets en... Precies of je begint direct in actie te schieten. Je begint en dat is een paniek en dat is een chaos en een wirwar en waar eerst en die en die en die. Bij de aanvaring van de ijsberg natuurlijk is er paniek uitgebroken. Er zijn precies ook wel mensen die zich aanklampen aan hem dan. En
Ja, dat kan. Mijn hart dat gaat echt zo... Tof, 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 tof. Precies of die heeft ook wel even gedacht van... Hoe ga ik hier aan beginnen? Amai. Het is ook een mens zo lopen. En zo naar boven. En terug gaan. Die lopen precies en die draaien terug. En mensen die teken doen en die roepen naar elkaar. En precies zo van, het is langs hier of... Dus op die momenten zal dat wel warm zijn, ja. Dat gaat in de richting guiten. Ik denk niet dat hij daar gestorven of overleden is. Ik ben, en je bedoelt daar, wat bedoel je dan? Die gebeurtenis waar dat gebeurd is. Maar ze moeten de locatie nog bevestigen, hè, waar dat feitelijk gebeurd is. Ik zie die precies op een schip. En er gebeurt iets en dat... Ik denk dat kapseist en... Ja. Heeft dat vooral een historisch doorgegeven. Daar zijn boeken van geschreven en... Ja, boeken van geschreven, dat is waar. Ja, volgens mij is een schip. Een schip? Ja, ik denk zoiets op een Titanic. Dat was de nagel op de kop. Ja, hier stop ik dan. Oké. Okay. Je sprak van een boot. Jan Scheerlinck is hier in Antwerpen vertrokken met een boot en is uiteindelijk in Engeland overgescheept op dit schip. Oh ja, yes. Tuurlijk. Ik zat daar echt in. Ik zat precies mee op die boot. Je vertelde het verhaal heel, heel vlot. De beelden kwamen heel, heel vlot. Tof, ja. Proficiat. Goed gedaan. Ik ben heel tevreden. Ik zat echt in het verhaal en ik zat precies echt mee op het schip en ja, het geeft nu een super gevoel. Daniel, je hebt onze drie dames, onze drie halve finalisten nu aan het werk gezien. Wat vond je ervan? Ik vond het redelijk goed. En toch, dus ertoe toch Nicole. Wat vond je straf aan hetgeen wat ze zei? De naam Titanic kwam erop en dan de boten en zo. En ik vond het al wel... Allee, ik had niet gedacht dat ze het zo geweten hebben. Oké. Okay. Je moet Nicole punten geven. Hoeveel zou je haar geven op 10? Ik zou geven 8 punten op 10. 8 op 10? Ja. Voilà. Dan hebben we nog Sylvie en Martin. Ja, Sylvie, die heeft verteld over de liefdesverhouding van mijn grootvader en mijn grootmoeder. Dat klopt. En dat vond ik wel goed. Dat vond je wel goed. Maar over de Titanic zelf? Over de Titanic heeft ze zelf niet verteld. Dus, daar kan ik geen punten voor geven. Hoeveel punten krijgt Sylvie van jou? Ik zal ze 4 punten geven. Oké. Okay. En dan is er nog Martin. Martin in feite heeft veel verteld over de gebeurtenissen die mijn grootvader tegengekomen is. En daarom kan ik ze in feite geen punten geven. Dus is het 0. Daniel, ik vond het heel fijn om het verhaal van jouw grootvader eens te kunnen horen. En ik wil je heel erg danken voor de samenwerking. Ik dank je ook. Dank je wel. In deze halve finale neemt Nicole na de eerste test meteen stevig de leiding. Voor de volgende proef worden onze kandidaten naar deze tuin in Kampenhout gebracht. In 1961 stortte hier een Sabena Boeing 707 neer. Aan de kandidaten om de grootste vliegtuigramp uit de Belgische geschiedenis aan te vallen. Tragische vliegtuigramp bij de Nationale Luchthaven. Het vliegtuig kwam van New York en moest op het vliegveld neerdalen. De landingspogingen schijnen vergeefs geweest te zijn en het toestel is met de neus in de grond gestort. Alle inzittenden werden gedood. Deze ramp is de ergste die tot nog toe onze burgerlijke luchtvaart heeft getroffen. Waarom het vliegtuig neerstortte is nog steeds niet helemaal duidelijk. Hoogstwaarschijnlijk was er een technisch defect. Dag Willy. Hi. Dag Tine. Jij bent gids van Kampenhout en jij weet dus ook het een en ander van de vliegtuigcrash die hier gebeurde. Wat is er precies misgegaan? Waarom is dat vliegtuig gecrashed? Dat vliegtuig kwam hier in de landingsbaan. Die had zijn landingsgestel uit. Die is terug omhoog gegaan. Die heeft een paar toertjes gedaan. Die heeft links en rechts bewegingen gemaakt. En daardoor denken verschillende collega's van ons ook, die piloot geweest zijn, dat die problemen had met de stabilisatie van zijn vliegtuig. Hoeveel slachtoffers waren er? 72 mensen in het vliegtuig en iemand van ter plaatse. Die persoon was gewoon hier aanwezig? Die was hier in de tuin aan het Witlooflangen en die is hier volledig totaal onthoofd. Om onze kandidaten zo meteen te helpen om een link te maken tussen dit stukje tuin en die vliegtuigcrash, hebt u een aantal voorwerpen meegebracht? Ja, ik heb hier nog een foto van de crash.
En hier nog een gedeelte van een veiligheidsriem van de inzittende. En is hij hier teruggevonden? Die is hier door de eigenaar die hier later dus dat huis gebouwd heeft in 2000. Heeft hij dat hier teruggevonden met het uitgraven van zijn zullingen en bewerkingen voor de bouw. Onze kandidaten gaan zo meteen naar hier komen en proberen een link te maken met deze plek en die vliegtuigcrash. Ja. Wat denkt u daar zelf van? Ik hecht daar niet veel geloof aan, maar toch, ik ben echt curieus wat ze er gaan van maken. Ik ga de eerste kandidaat er meteen bij halen. Dat is goed, ja. Bedankt. Hallo Sylvie. Dag Tine. Oké, dan stap je vooruit. Een beetje draaien. Voilà. Sylvie, we zijn op een plek waar ooit iets dramatisch is gebeurd. Je krijgt van mij zoals steeds twee hulpmiddelen. Deze foto en een doosje met een voorwerp erin. Jij moet proberen mij zoveel mogelijk te vertellen van wat er hier precies gebeurd is. En naast ons staat er iemand die de test zal beoordelen. Oké? Oké. Ik zie een boom. Een boom? Een boom. Ik word misselijk. Precies om mijn maag keert. Paniek, angst. Ik zie iets in een beeld heel snel gaan en ik voel mij misselijk worden. Of precies dat er iets is die mij misselijk maakt. Van een beweging of van een iets dat mij... Boah. Ik beef helemaal. Ik denk dat er hier meer mensen zijn omgekomen op deze plaats. Maar wat er is gebeurd... Het staat hier maar precies of ik schud. Kies het voorwerp alsjeblieft. Het is precies, het voelt alsof het iets is die kapot is. Een stuk van iets. Het is precies een ravage. Ik zie precies van alles waar dat ik sta, ligt er van alles rond mij. Zoals wat? Beschrijf. Ligt van alles op de grond. Heel snel. Het gaat enorm snel. Het is enorm plots gebeurd en heel onverwacht. Ja, ik denk dat het een vliegtuigcrash is of zo. Hoe lang geleden, denk je? Niet langer dan 4-5 jaar geleden, denk ik. Weet je, mijn eerste gedachte was eigenlijk... Dat het niet zo een heel groot vliegtuig was. Dat er niet zo heel veel bij betrokken zijn, maar dat er wel mensen bij omgekomen zijn. Ik ga het daarbij laten. Oké, dankjewel Sylvie. Ga je meteen je blinddoek afnemen? Ja. Hoe stop ik hier? In een tuin. In een tuin. Ik ga je meteen het doosje laten zien, wat er in het doosje zat. Je sprak van een stuk. Van een vliegtuig? Ja. Ja. Oei, oei. Dat ziet er niet goed uit. Dat zag er niet goed uit, nee. En ik zal je de foto laten zien, Sylvie. Op de foto zie je dit. En dat is? Dat is een vliegtuig dat gecrashed is. Dat zie je dus niet meer dat dat een vliegtuig was, hè? Jezus. Maar dat was een passagiersvliegtuig. Dat was een passagiersvliegtuig. Dat is de ergste crash die we in België ooit hier meegemaakt hebben. Ik heb veel meer doorgekregen en het stond veel meer open, dus dat geeft mij een boost voor de volgende proef hier. Ik ben content. Benieuwd of deze test ook voor Martien beter loopt dan de vorige. Dag Martien. Dag Tine. Stap maar uit. Ja. Voilà Martien, we zijn er. Ja. We zijn terechtgekomen op een locatie waar ooit iets dramatisch is gebeurd. Ja. Zoals steeds krijg je van mij twee hulpmiddelen. Ja. Deze foto. En een doosje met daarin een voorwerp. Ja. En jij moet proberen mij zoveel mogelijk te vertellen van wat er hier gebeurd is. Ja. En naast ons staat er ook iemand die jouw test beoordeelt. Ja. Mag ik de foto even teruggeven, Tine? Mm-hmm. Ja, dank je. Ik ga even voelen. Ik voel spanning. Hartkloppingen,
word ik gewaar. Ik word plots draaierig. Ik ben de controle kwijt over de situatie. Er zijn ook mensen bij omgekomen. Ga je kaarsen erbij nemen? Ja. Oké. Welke kaart is dat? De gehangene. Als ik in het gevoel ga dat ik nu krijg, ja, zoals de kaart ook wel laat zien, dat is dus echt iemand dat vasthangt aan handen en voeten en moet meegaan in de situatie zonder dat hij enige inspraak heeft. Ik weet niet wat dat is, maar dat gevoel is heel sterk bij mij nu. Wrijving. Dat helpt mij weinig. Een conflict, een defect. Een defect aan een toestel. En daardoor de moedeloosheid van de situatie ingezien en uiteindelijk de controle verloren. Ik weet, allee, het is echt heel weinig. Zwaarden aas. Oh, die mens. Wat zeg je, die mens? Ja, ik vind het heel erg omdat hem heel, heel bewust was van wat er ging gebeuren en er zelf geen controle over had en moest ondergaan. En dat vind ik echt heel erg voor hem. En het verdriet dat je dan nu voelt, is dat? Zijn verdriet. En waarover was hij dan verdrietig? Over het gebeuren dat hem de controle kwijtraakte. En dat hem daardoor andere mensen heeft meegetrokken. Ja, ik zou hier willen afsluiten, Tine. Ja? Ja, echt waar. Durf je niet dieper op dat gevoel in te gaan? Nee. Nee, echt niet. Oké. Okay. Je blinddoek gaat er dan af. Ja. Oeh. Oei, wat is dat hier? Het is een toestel dat hier dus neergestort is met een groot aantal slachtoffers. Ja, ik was bij hem. Hij was hier. Ja, dat zou kunnen. Het was een man van 41, de piloot. Hij heeft natuurlijk de verantwoordelijkheid over zoveel mensen gehad. Ik denk dat ik beschermd werd om het beeld niet te hoeven zien. Ik was al heel ver aan het gaan nu en ik ben eigenlijk blij dat ik het niet echt heb moeten zien. Echt wel. Dag Nico. Hey. Zo dadelijk in het zesde zintuig. Zo radarstemmetje precies over zo zien. Wie vermoord hem? Iets van Giro, van jongeren. Oef. We zijn hier op een plek waar ooit iets dramatisch is gebeurd. Zoals dit krijg je van mij twee hulpmiddelen. Dat is deze foto. En dit doosje. En jij moet proberen te vertellen over wat er hier gebeurd is. Er staat naast ons ook nog iemand die jouw test zal beoordelen. Het moeilijk doorkrijg. Wel iets dat gebeurd is en na, dan spreek ik even na het gebeurd is.
is er opzoekwerk naar verricht. Precies heel veel expertise op zoek gegaan naar hoe is dat kunnen gebeuren of de oorzaak daarvan. Dat was niet zo direct duidelijk. Ze beginnen mij precies zo van achter naar voor beelden door te geven of te vertellen. Ik zie mensen die daar onderzoek naar doen en er was iets mee. Wat vraag je nu aan wie, Nico? Ik probeer gewoon meer door te krijgen, sneller door te gaan. Het is zo precies allemaal. Ik hoor precies zo'n stemmetje. Zo'n radarstemmetje precies. Ik kan dat niet verstaan. Dat gaat zo vlug. Alles is vlug aan het gaan, precies. Precies, snelheid. Ik hoor precies ook zo'n geluid en ineens stopt dat. Wat voor soort geluid? Precies een motor of zo. En ineens verdwijnt dat precies. Of zo dadelijk. Metaal. Zo is het precies zoals dat ik de auto's op elkaar zou botsen. Zo die, dat tof geluid zo van metaal dat ingedrukt wordt. Zo precies ook zo doorzijnen en ja, radar. Dan denk ik precies van een vliegtuig of zo. Ik denk echt dat het een passagiersvliegtuig de een of ander was. Als dat een vliegtuig is, dan is dat gecrashed. Hoor ik dat metaal, gelijk dat je zo'n accident zo. Dan ga ik het hierbij laten. Oké, Nico. Zal ik dat overnemen van jou en nog meteen je blinddoek afdoen? Nico, dit is de foto. Is dat een vliegtuig? Dat is een vliegtuigcrash. Oh, we staan hier in een tuin. Ja. Oh, dat is raar. Ik had echt zo'n gelukkig moment van ja, en dat in de halve finale. Ja, oh, geweldig. Voilà, Willy, alle kandidaten hebben de test afgelegd. Wat vond jij ervan? Ik vond het bij sommigen zelfs ontroerend die zo dicht bij de waarheid kwamen. Er was wel een verschil in de kandidaten. Er waren er die de waarheid bijna zelf hier vertelden ter plaatse. Dat heeft me echt aangetrokken zo. Was je erover verbaasd? Ja, ik was er echt over verbaasd. En wie van de kandidaten heeft jou het meest verbaasd? Wel, ik vond Nico de beste van de drie kandidaten. Zij benaderde bijna praktisch de werkelijkheid. Een vliegtuig, crash, veel mensen. Dat heeft me echt, ja, men zou er emotioneel bij geworden zijn. Oké. Okay. Je zou Nico punten moeten geven of 15? Hoeveel zou je haar geven? Op 15 zou ik Nico toch 12 punten geven. Dat is fijn. Oké. Okay. En wie is er dan voor jou van deze twee de beste? Dan kies ik voor Sylvie. Zij sprak ook nogal tamelijk vlug over een vliegtuigcrash, maar dan wel over een kleiner vliegtuig. Dus ze zaten alle twee zo in de werkelijkheid dat hier gebeurd is. En dat vond ik toch wel, ja. Hoeveel punten krijgt Sylvie van u? Sylvie krijgt van mij 10 punten. En dan is er nog Martine? Ja, zij werd zelf heel emotioneel. Erg emotioneel. Maar zij, ja, er was toch een paar dingen die zij niet kon thuisbrengen. En hoeveel punten krijgt ze? Martine die krijgt van mij 7 punten. Dankjewel, Willy. Dan zit jouw taak erop. Ja. En dan wil ik jou nog heel erg danken om ons zo goed door deze dag te gidsen. Bedankt, Tina. Dankjewel. Het was heel aangenaam. Ja. Nicole blijft dus met erg grote voorsprong aan de leiding. Eenmaal terug in de bed and breakfast is de eliminatie het gespreksonderwerp.
Je hebt dan eigenlijk twee hele goede proeven afgelegd. Ja, dank je. En gaat het spannender worden voor ons? Dat denk ik. Niet? Nee, jullie gaan naar de finale. Ja, dit. Wij met twee. Dat vind ik straffe uitspraak, Sylvie. Dat is morgenochtend een dag. Ja, dat weet ik, maar dat is gewoon mijn gevoel dat ik de finale niet haal. Allee, dat kan ik hebben, hè. Dat is mijn gevoel ook, dus dan... Dat voorgevoel... Nee, gewoon. Dat voorgevoel, weet je... Ja. Ja, toch. Probeer dat los te laten, hè. Het is wel zwaar, dat weegt op een mens zelf. Ik ben een beetje vermoeiding, eerlijk gezegd. Het wordt lastig, het einde van de rit. En ik heb echt geen zin om aan morgen te denken. Maar dat doet deugd, joh. Slaap wel. Is er van spanning over de eliminatie en de halve finale weinig te merken. We waren gisteren heel erg moe. Maar het waren twee mooie proeven. Echt waar, het waren twee toffe proeven. Ons Nicole, die is echt voorop. Je hebt de twee proeven goed, hè? Ja. Ja, dat wil nog niks zeggen. Maar ja. Ja, want dan zijn we toch al geruster, hè, van vandaag. Dan is het toch al kipper twee goed. Tegen wij. Wij hebben er één goed. Allee, ja. Nu kan het op een paar puntjes aankomen. Dat de een doorgaat en de ander niet meer. En moet jij alleen verder, hè? Dan ga ik naar huis. Ja, kom aan, Gijze. Je blijft. De laatste keer dat wij getweeën, het morgens wakker worden. Nou, dat zou kunnen, hè. De laatste keer? Mm-hmm. Of de voorlaatste keer? De laatste test zal alles beslissen. 8 jaar geleden werden hier in Onze Lieve Vrouw Waver twee jonge mannen neergeschoten na een banale ruzie op een scoutsvijf. Aan Sylvie, Martien en Nicole om de tragische feiten van die nacht te achterhalen. De scoutsvijf eindigde in een drama. Een jongen van 19 begon in het wilde weg te schieten omdat zijn glas bier was omgestoten. Een even klassieke als banale aanleiding voor een ruzie op een fuif. Maar hier ontaarde die ruzie in een moordende schietpartij waarbij Tim Tobak en Thierry de Rijt omkomen. Dag Christophe. Dag Tine. Dag Brenda. Hallo. Hi. Jullie zijn goede vrienden van Tim, een van de twee slachtoffers die hier die nacht gevallen is. Kan je eens vertellen, wat is hier precies gebeurd? Er zou een banale ruzie ontstaan zijn over een pint die omgevallen zou zijn. Dan heeft de dader in de lucht geschoten en dan zijn ze buiten gelopen. Tim is er achterna gegaan, gelijk met Thierry. En dan heeft de dader zich omgedraaid en heeft nog 3 keer geschoten. En de jongens waren allebei dood. Wat voor iemand was Tim eigenlijk? Het was eigenlijk een heel prettige persoon. Een grapje als, ja. Als hem erbij was, was het altijd wel lol. Ja. Dat zou ook voor iedereen in de pres springen. Ja. Als je dat voor vrienden of zo, dan zou hem alles voor doen. Ja. Onze kandidaten komen zo meteen naar hier proberen het verhaal te reconstrueren. Brenda, jij hebt twee dingen bij die hen daarbij kunnen helpen. Hè? Ja, ik heb een foto bij in de periode dat hij veiligheidsagent was. En een zonnebril. Droeg hij die veel, die zonnebril? Hij droeg die heel vaak, ja. Was dat iets wat wel bij hem hoorde? Dat hoorde ik bij hem, ja. Jullie kunnen zo meteen alles volgen in een busje. Wat verwacht je van deze dag? We verwachten dat de kandidaten misschien kunnen vertellen wat er hier juist gebeurd is in grote lijnen, maar ja, details, dat zou straf zijn, aangezien dat hier op dit moment 4000 man was. Ik ben zeer benieuwd. Ik ga de eerste kandidaat er meteen bij halen. Dank u. Tot straks, hè. Zo dadelijk. Hij heeft vermoord. Iets van Giro, van jongeren. En de finale plaatsen worden bekendgemaakt.
Nicole wordt als eerste naar Onze Lieve Vrouw Waver gebracht, waar twee jongeren werden neergeschoten tijdens een scoutsfuif. Dag Nicole. Oké. Okay. Ik ga meteen je blinddoek af. Dit is een plek waar ooit iets tragisch is gebeurd met de persoon die op deze foto staat. In het doosje zit een persoonlijk voorwerp. Jij moet proberen mij zoveel mogelijk te vertellen van wat er hier gebeurd is. Ik heb precies naar daar getrokken. Ik weet niet waarom. Het was de verkeerde richting. Ja. Volgens mij is het een en tender veranderd. Hoe was het dan voordien? Ik zie iets staan. Een boom of zo, maar daar. Ik voel naar die bomen getrokken, maar... Ik weet niet wat het is. Een boom of... Nee. Ik denk niet dat die veel... Dat gaat niet de goede richting uit, hè. Okay, het is zo'n toren. Een toren? Toren. Precies zo'n kasteeltje, zo'n toren. Een toren, ja. Die tent misschien, ja, ik weet het niet. Mag ik de blinddoek even terug opzetten? Er is iets met een plaats. Ik voel die plaats ook moeilijk, maar er is iets verplaatst. De tent. Die is weg. Ik wil eens even ronddraaien. Ik weet nu dat die bomen daar staan. Mm-hmm. Ik wil even dat ik het niet meer weet. Ja, we blijven dus zo. Krijg het niet door, krijg het niet door. Nee. Nee. Nee, als ik zie, krijg ik nog minder door. Het gaat niet komen, hè? Zo wil het zelf ook. Ja. Spijtig. Ja. Geen idee. Ik kan er niet mee. Zullen we dan afronden? Ja. Oké. Okay. Heeft hier ooit een feesttent gestaan? En deze jongen, Tim Tobak, is enkele jaren geleden hier op een scoutsfuif neergeschoten. Ja. Na een banale ruzie. Ja. Ik kreeg niks door, totaal niet. Het zat er niet en ja. Dat kan gebeuren. Dan moeten we dat ook loslaten. Dag Sylvie. Dag Tine. Ga je blinddoek afnemen? Oké. Sylvie, er is hier iets dramatisch gebeurd met de persoon op deze foto. In het doosje zit een persoonlijk voorwerp. En jij moet proberen mij te vertellen wat er hier gebeurd is. Toen ik naar hier liep, had ik meteen het gevoel dat ik al begon te huilen. Ik werd angstig, mijn keel was toegesnoerd. Ik voel een jonge man, levensgevaar, loopt weg, is bang, heel bang. Ik voel nijd, kwaadheid op hem. Iemand is heel kwaad. Die wil hem echt kwaad berokkenen. Hij is vermoord geweest, hier. Mag ik mijn blinddoek hier aan doen? Absoluut. Terug opzetten? Ja. Kan je misschien de beelden beter zien of zo? Ik denk dat dat jeugdbeweging is of een café of zo. Een jeugdbeweging? Een jeugdbeweging is al juist. Het is een scoutvuiven, dus... Ik denk ook dat die jongen nog heel, heel jong is.
Wat bedoelde mij, heel jong? Ergens rond de 20. Ja. En die zitten ergens... daar zijn nog mensen. Dat klopt. Dat klopt ook, hoor. Ik heb het gevoel dat heel die situatie elders is begonnen. Hij is gewoon beginnen weglopen en is hier naartoe gelopen. Als je hier naartoe gelopen, dat is wel raar, hè? Ja. Ik had op voorhand een kaart getrokken en ik trok de zees. Dat kan wezen op een mes, maar ook het afmaaien van iemands leven. Zo plots iemand gewoon klakkeloos om het leven brengen zonder enige echte doelende reden. De reden dat die jongen hier heeft gebruikt om die jongen te vermoorden, dat was echt nutteloos. Nutteloos, ja. Dat klopt misschien wel, hè? Dan was al ruziek, hè? Ja. Ik denk dat dat met een vriendin, een lief of zo, of een meisje te maken heeft. Een meisje. Ik ben heel bang en ik weet dat dat niet goed afloopt. Het loopt niet goed af, dat klopt wel, maar ja. Ik kan gewoon geen... Ik kan niks doen, ik ben machteloos. Die andere is zo razend dat die jongen die op de grond ligt geen controle heeft over wat dat hij moet doen. Nee. En hoe gaat het dan verder? Hij vermoordt hem. Hij doet dan in dood, die jongen. Ik denk wel dat er nog mensen nagekomen zijn, maar het was al te laat. Ja, het was te laat. Na de kogel. Wat daar, Bella. Dankjewel. We zullen die blinddoek weer terug afnemen. Oké. Het is een jongen. Tim Tobak. Hij is er enkele jaren geleden... op een feest, een scoutsfeest, neergeschoten. Oei, is neergeschoten. Er zat geen vrouw in het verhaal. Het was een banale ruzie die geëscaleerd is. Mm-hmm. En hij is samen met een vriend van hem hier neergeschoten. Het zijn puzzelstukjes die je krijgt en je moet ze juist in elkaar steken. En soms leg je de puzzel gewoon verkeerd in elkaar en dan zit je gewoon met een verkeerd slot aan je verhaal. Dag Martien. Hey, voor Martien is dit een erg belangrijke test, want zij bengelt onderaan het scorebord. Voilà, Martien. Ja. Een test zonder blinddoek. Ja. Gaat het? Martien, er gebeurde hier iets dramatisch met de persoon op deze foto. In het doosje zit een persoonlijk voorwerp. Ja. Jij moet proberen mij te vertellen wat er hier gebeurd is. Ja, ik ga er even een kaart bij pakken. Om het misschien te vragen. Volgens mij gaat het om een moord. Ja, dat zit al juist. Ja. Het ziet er nu echt wel anders uit. Ik heb... Ik heb de kaart van de gangenen. Die kaart staat voor... uitzichtloosheid, voor... iemand dat geen enkele kant niet meer uit kan. Ik wil even in de persoon gaan als ik mag. Mag ik de foto? Denken? Ik voel een jonge gast op de foto. Ja, van de jonge gast op de foto, dat klopt zeker. Van voor in de 20. Ook de dader even goed was een jonge gast. De dader ook een jonge gast, ja. Juist. Dat klopt ook al. Ja, dat is echt zo nutteloos iets. Zo jammer. Kan je het slachtoffer beschrijven? Ja. Ik zie een vrolijk persoon eigenlijk bij mij. Iemand met donkerblond haar. Donkerblond en alles, ja. Hey, dat klopt. Er heeft hier naar mijn gevoel iets gestaan, een grote tent of zo, een feesttent. Ja, een grote... Ja, een grote feestend. Iets van Giro, van jongeren, van een feestje. Ja, van scouts. Ja. Daar is ruzie ontstaan. Ja. Voilà. Dat klopt echt ook. Een raar gevoel dat ik heb. Een uit de hand gelopen ruzie. Ik heb daar... Ja, dat is echt raar. Ik voel het niet zozeer in mijn kaarten, maar het is meer mijn gevoel. En ik denk dat die persoon hierbij gestorven is. Ja. Hoe kom je daarbij? Je zegt, ik voel het niet in mijn kaart, maar ik voel het... Op de plek. Ik voel het op de plek. En wat voel je dan exact, Martin? Probeer me dat nu eens te beschrijven. Ik voel
de strijd tussen jongeren, een afrekening, stoerdoerde. Echt, ja, een afrekening. Iemand dat vermoord is. Ja. Dat is juist. Ik ga die hierbij laten. Dan zal ik jou vertellen wat er hier gebeurd is. Graag. Op de foto staat Tim Tobak. Dat is een jongen die hier was op een avond 8 jaar geleden op een scoutsfeest. Wow. En er is een banale ruzie ontstaan. Ja. En daar is hij neergeschoten met 3 kogels. Met 3 kogels. Deze test is gegaan hoe dat er moest gaan. Ik heb daar een heel goed gevoel bij. Dus ik denk ook wel dat ik hiermee wel een plaatsje kan veroveren om naar de finale te gaan. Brenda en Christophe, jullie hebben onze 3 dames en hun 6e zintuig nu aan het werk gezien. Wat vonden jullie daarvan? Sommigen hadden redelijk veel juist, anderen iets minder. Maar ja, over het algemeen, ik wil zeggen dat het ja, leerrijk was. Ja. Welke van onze 3 kandidaten heeft de meeste indruk op jullie gemaakt? Dat is toch wel Martine. Martine? Ja. Wat vond je dan frappant aan hetgeen dat zij vertelde? Zij vertelde echt over een scoutsvuif en moord. Ja. Dus dat is een jonge man. Mensen. Ze zat er redelijk goed op, vond ik. Jullie mogen onze kandidaten punten geven op 25. En ik wil jullie heel erg danken voor de samenwerking. Graag gedaan. Alsjeblieft. Dank je wel. Dag. Christophe en Brenda geven onze 3 halve finalisten nu een score op 25. En die punten zullen bepalen welke 2 de finale halen. Ik heb voor mezelf een goed gevoel over 2 van de 3 testen. Dus het is echt afhankelijk van mijn medekandidaten. Als die 3 goede testen gedaan hebben, ja, dan houden we die erop natuurlijk. Hè. Ik heb totaal geen idee wat het gaat zijn. Het gaat echt afhangen van de andere 2 kandidaten. Het gaat een complete verrassing worden. Ik heb een mindere proef gedaan. Ik heb een goede proef gedaan. De laatste was matig. En ik denk dat het die proef zal zijn die zal beslissend zijn of dat ik naar de finale kan, ja of niet. Dames, welkom bij deze toch wel erg belangrijke eliminatie. Want ja, 1 van jullie zal uiteindelijk op een nippertje niet meer meestrijden voor het trofee van het best ontwikkelde 6e zintuig van Vlaanderen. Martine, ik begin bij jou. Het weekend startte niet zo goed voor jou. In de eerste test met de Vlaming op de Titanic sprak je over een vliegtuig. En in de 2e test rond de vliegtuigcrash zag je dan spijtig genoeg geen vliegtuig. De kleinzoon van Jean Scheerlink gaf jou 0 punten op 10. In de 2e test verdiende je 7 op 15. Maar in de 3e test waren je gidsen je erg goed gezind. Je sprak correct over een scoutsvuif, waar een jongeman het leven liet na een banale ruzie. Je kreeg er de hoogste score, 18 op 25. Met een totaal van 25 punten, Martine, ben jij de winnares van deze aflevering. Ik hoopte stilletjes dat ik er zou bij zijn, maar dat ik het zou winnen had ik echt niet verwacht. Ja, ik ben wel trots. Ja, ik ben blij. Ja. Dus Nicole, Sylvie, voor 1 van jullie zit het aanvoelen erop. Nicole, in tegenstelling tot Martine startte jouw weekend wel erg goed. Je verbaasde de kleinzoon van Jean Scheerlink door de Titanic zelfs bij naam te noemen. Goed voor 8 punten. In de 2e test zag je correct een groot passagiersvliegtuig neerstorten. Je kreeg er de hoogste score. 12 op 15. Maar toen ging het mis. Je 6e zintuig liet je op een erg belangrijk moment in de steek. Op de 3e proef verdiende je slechts 2 punten. Je eindigt met 22 punten. En of dat voldoende is om de finale te spelen, dat zal je zo meteen weten. Eerste punt van Sylvie. In de test met de Titanic vertrouwde je op je kaarten. Die toonde je een mooi liefdesverhaal. En zo kon je 4 op 10 scoren. In de 2e test zag ook jij een vliegtuigcrash. En daar kreeg je 10 op 15 punten. Na 2 testen heb je 14 punten. Je moet dus minstens 8 punten halen
om op gelijke hoogte met Nicole te komen. En zoals steeds is bij een gelijkstand de laatste test doorslaggevend. Tijdens die laatste test voelde je correct de moord op een jonge man. Maar alle andere feiten ontbraken. Je kreeg van de getuigen 7 punten. Sylvie, voor jou is het helaas afgelopen. Ik vond het zot gewoon. Stel je voor dat ik 1 puntje meer had gekregen of Nicole 1 puntje minder. Dan was ik gewoon bij de finalisten. Ik bedoel, dus ja, dat is echt zo echt heel close. Onbesprakeloos. Echt wel, ja. En dan dat met Martien samen mogen doen, super. Ik kom hier. Geniet er maar van uw laatste aflevering. Hè? Dames, maak er het beste van. Ja. Ik zou zeggen, strijd vriendschappelijk voor de titel van de beste zesde zintuig. Nee, echt vriendschappelijk. En als het weer zo krap wordt, dan wordt het zeker spannend. Ja, dat wordt spannend. Dat wordt heel spannend. Dag. Amai. Nu wij tegen één, hè. Martien, Nicole. Vanaf de eerste aflevering zijn jullie onafscheidelijk. In de strijd om de titel staan er volgende week dus 2 vriendinnen tegenover elkaar. Dames, heel graag tot dan. Volgende week in de finale van het zesde zintuig. De kandidaten moeten het leven van wielrenner Frank van den Broeke reconstrueren. Drank, drugs, van het goede te veel. Een soort van leidertype. Aan het Albertkanaal moeten ze de feiten van een moord achterhalen. Ik heb pijn aan mijn hoofd. Echt zo pak. Dat is gesloten geweest in het hoofd. Hè. Je wou dus eigenlijk meer naar mijn gevoel van het lichaam af. Ja, ja, dat is ook, hè. En voor de laatste test worden ze naar het Nederlandse Enschede gebracht om de vuurwerkramp aan te voelen. Iets zijn, dat is zo. Een verwoest huis, kapot. Dat zo'n gebeurtenis, een dorp of zo van de kaart kan vegen. Ik voel een moment van bang, van een knal eigenlijk. Van. Eén iemand wint het zesde zintuig. Martien,